Een goedenavond allemaal en welkom op dit webinar op de woensdagavond over de belangrijkste lead van allemaal, namelijk de call lead in het autobedrijf. Het is een topic voor mij de afgelopen maanden eigenlijk al dat mij fascineert op welke manier wij omgaan met de kansen die wij krijgen. En ik wil ook beginnen met de quote: romantisch omkijken hoe goed het vroeger was, helpt mij nu niet verder. En wat bedoel ik er eigenlijk mee? Omkijken naar gisteren helpt mij niet om morgen meer auto's te verkopen. En ik weet voor mezelf één ding hartstikke zeker, dat op het moment dat ik terugkom naar vroeger, dan was ik dit niet aan het doen, maar was ik gewoon domweg Samyong dealer. Want dat was het leukste wat ik heb gedaan. Alleen, ik schiet er nou niks meer op, romantisch omkijken hoe het vroeger was, helpt mij niet verder. Dat betekent dus dat ik ook moet kijken op wat voor manier ik mijn processen op basis van de leads beter kan formaliseren, beter kan optimaliseren. Om te zorgen dat ik meer leads kan converteren in sales. Daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaat mijn spelletje ook over, want ik wil namelijk uiteindelijk meer auto's verkopen. Ik wil succesvoller zijn. En we weten allemaal, het leven anno 2017 is anders dan in 2012. Zeker anders zelfs in 2002. En wij moeten ervoor zorgen dat we de informatie krijgen, zodat we morgen ook nog geld kunnen verdienen. En daar gaat dit webinar over. En dit webinar wordt uiteraard mogelijk gemaakt door Marktplaats, die mij de ruimte geeft om ook dit soort webinars te mogen doen met data die van Marktplaats en nieuwe autokopen vandaan komen. En we beginnen eigenlijk met de echte quote, de beste quote en waar het eigenlijk om gaat. Een lead is slechts een startpunt van een dialoog. En dan maakt het niet uit hoe die bij je komt. Oftewel, een lead komt binnen via een fysiek, via een call lead, een online lead. Het begint allemaal met een dialoog. En waarbij de klant hem eigenlijk start. De klant neemt daarbij het voortouw. De klant steekt zijn hand op. Of dat nou fysiek is, of dat nou online is, of dat nou via een telefoon gaat. Maar hij steekt zijn hand op. Hier ben ik. Ik wil graag wat meer informatie. En als we één ding weten, is dat mensen informatie nodig hebben om een auto te kunnen kopen. En die informatie is vaak verpakt in een aantal vragen die vaak voorkomen, maar die ook niet altijd de ware aard van de klant laten zien. Het zijn verdekte vragen. En daarom moeten wij als verkopers ook altijd op letten en zorg dragen dat wij beter willen worden. Nou, en we hebben in de automotive drie soorten leads. We hebben de fysieke lead, de call lead en de online lead. En uiteraard zijn ze allemaal van belang. Allemaal zijn ze goed, allemaal kun je auto's verkopen. Alleen de call lead anno 2017 is by far de best converteerbare lead van allemaal. Het is ook de meest mishandelde lead van allemaal. En hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee om? Hoe worden we daar beter in? Wat zijn de statistieken die erom gaan om daarin beter te worden? En ja, aan het eind van de webinar heb ik daar ook een product voor, een service voor, een dienst voor, die ik graag met jullie zou willen dus delen, om zorg te dragen dat we met z'n allen daarin ook beter worden. De telefoonleads behalen de hoogste salesconversie. En hoe weten we dat? Nou, we weten door uitgebreid statistiek, uitgebreid data van de afgelopen jaren met elkaar te vergelijken. En dus dit is niet zomaar een gedachte van de afgelopen maanden, maar dit speelt eigenlijk al een aantal jaar. En we weten allemaal dat de smartphone anno 2017 niet meer is weg te denken in ons leven. We hebben hem altijd in de hand, we hebben hem altijd bij ons. Op het moment dat je nu voelt van joh, waar heb ik hem? Dan word je onpasselijk op het moment dat je niet weet waar hij is. Oftewel, we kunnen niet zonder de smartphone. Aan de andere kant, als je kijkt naar de inbound of de outbound belletjes, dan zijn mensen anno 2017 veel moeilijker te bereiken als pakweg 2012. Hè? We zijn wat sceptischer, we zijn wat angstiger, wil ik zeggen, ik heb het juiste woord er nog niet even voor, maar op het moment dat wij worden gebeld door een ander mens met een telefoonnummer wat we niet als zodanig herkennen, nemen we niet zo snel meer op. Maar op het moment dat we de smartphone gebruiken, waarvoor die uiteindelijk ook is bedoeld om te bellen, hebben we het opeens over een hele andere lead. Namelijk de best converteerbare lead van allemaal. Want anno 2017, een mens
die een ander mens wil bellen voor informatie, die daadwerkelijk de confrontatie aan wil gaan met een verkoper om informatie te krijgen over een bepaalde auto, is in de markt. Period. He, er bestaat niet zoiets als een telefonische lead die nergens over gaat. Hij is in de markt, hij wil informatie en hij wil met jou de confrontatie aangaan, want zo zien mensen dat vaak. Ze vinden het toch vaak spannend om met een verkoper te communiceren over bepaalde informatie. Hoe gaan we daarmee om? Op wat voor manier kunnen we daar het beste mee omgaan? En op wat voor manier kunnen we daar het resultaat uithalen? Als we gaan en kijken naar de statistiek die we hebben, dan weten we met data van Marktplaats een aantal hele leuke, interessante en relevante data. En misschien is leuk nog wel het verkeerde woord. Want op het moment dat je ziet dat 13% van de calls op dit moment, het was hoger, dus we worden beter, maar dat 13% van de calls niet wordt opgenomen, kunnen we het natuurlijk niet over leuke statistiek hebben, maar gewoon over slechte statistiek hebben. Want uiteindelijk kan dit eigenlijk niet. Dit mag niet, dit kan niet. Aan de andere kant, als je dan dieper in die data gaat en kijken en je gaat zeggen, joh, wanneer bellen die mensen dan? Dan zie je dat die mensen bellen op het moment, tussen 12 en 1 en tussen 5 en 6. Dat betekent dus niet op zondag, niet 's avonds, niet 's nachts, niet 's morgens vroeg, maar tussen 12 en 1 en tussen 5 en 6 is de piek in de belmomenten die we missen. En dat is natuurlijk zonde. Hoe weten we dat? We hebben bij Marktplaats alle advertenties van autobedrijven uitgevoerd met een call-track nummer. Dat betekent dat we kunnen zien wie wat en hoe lang men belt. En dan krijg je hele interessante data uit waarbij je als verkoper, als verkoopleider, als directeur, als eigenaar beter wil en moet worden. Daarbij, 20% van de calls heeft een gesprek van 30 seconden. En als je dan die gaat analyseren, dan zie je dat heel veel mensen afhaken. Binnen de 30 seconden afhaken. Niet omdat ze een slechte verkoper treffen, maar omdat ze in belcomputers komen. Waarbij ze ontzettend veel moeite moeten doen, ontzettend lang moeten wachten om echt iemand aan de lijn te krijgen. En ik wil u dan bij iets voorhouden. Op het moment dat u een telefoonnummer beschikbaar stelt, puur voor de verkoop, hoef je niet een telefooncentrale door om naar de verkoop te kunnen. Want namelijk als iemand 20 seconden daarop moet wachten om door het menu heen te gaan, vindt hij dat al lang, of zij. En hoe weet ik dat? De klant van 2017 heeft geen geduld. Dat is net zo goed als u zelf ook geen geduld heeft voor bepaalde zaken. En wij hebben hier in Arnhem een tankstation en daar heb ik laatst een foto van gemaakt en op dat tankstation heb je een pinapparaat. En een pinapparaat waar je gewoon je brandstof kunt pinnen, uiteraard. Maar daar heb je nog niet contactloos betalen. En daar staat een kaartje bij tegenwoordig met het volgende verhaal. Excuus, hier kunt u nog niet contactloos betalen. Dus anno 2017 krijgt die ondernemer zoveel klachten van zijn klanten dat ze hier nog niet contactloos kunnen betalen. Dus die 5 seconden die het duurt om een pinpas erin in te doen en je pincode in te toetsen in plaats van je pinpas erop te leggen, geeft al zoveel rumoer, zoveel klachten, dat de ondernemer geneigd is en dus ook doet om een excuusbriefje neer te hangen. Hier kunt u nog niet contactloos betalen. Dus op het moment dat u uw klanten 20 seconden laat wachten voordat ze een echt live persoon aan de lijn hebben, dan heb je hem al mis. Dus op het moment dat je kijkt naar de data van je callstatistieken, van je call leads, en je ziet dat je 0% mist, maar het overgrote deel van je telefonische lead zit binnen de bucket van 30 seconden, dan gaat er iets falikant mis. Dan mis je eigenlijk allemaal opportunities. Want mits je al iemand aan de lijn krijgt in de eerste 5 seconden, op het moment dat je in 30 seconden een gesprek afraffelt, en ik heb er eigenlijk ook geen ander woord voor, heb je nooit geen toegevoegde waarde kunnen bouwen. En natuurlijk, er is een uitzondering van iemand die zegt van, joh, is deze auto er? Als deze auto er is, dan rijd ik nu in de auto, stap ik nu naar je toe. Allah, prima. Maar op de 100 is dat niet zo. Dat weten we allemaal. Maar we moeten zeker ervan zijn dat we deze data gebruiken om te zien hoe het proces in ons dealerbedrijf en ons autobedrijf aanwezig is. Daarbij, er is ook een heel mooi programma, een call drip. Mark Nedeveen, die verkoopt dat in Nederland, die ervoor zorgt dat een lead gelijk wordt gebeld.
En dat is er niet voor niets. Want op het moment namelijk dat je een e-maillied, een telefonische lead van kan maken op zo'n manier, dan pak je hem op zijn beste moment van interesse. En dat is een hele goede manier om eigenlijk een e-maillied, een telefonische lead van te maken. Aan de andere kant zie je hier nog een andere statistiek. En dit is statistiek van de afgelopen 2 jaar van nieuweautokoper.nl. En dit zijn de orders. Dus dit zijn de sales aan de rechterkant. En aan de rechterkant ziet u dus dat 36,6% van onze orders bij nieuweautokoper.nl uit een e-mail lead kwamen. En 63,4% uit een telefonische lead kwam. Maar als je kijkt naar de linkerkant, dan zie je het net andersom. Dan zie je dat 64,7% van de leads van het totale volume e-mail leads waren. En maar 35,2% telefonische leads. Dus die converteren vele malen harder, vele malen beter, vele malen qua kwaliteit zit er een enorm verschil in. Degene die belt is de koper in de wereld van 2017. En als je dan dieper inkijkt in de data, dan zie je dat de telefonische lead binnen 14 dagen converteert in een order. Oftewel, hij is binnen 14 dagen van de markt af. En dat zegt natuurlijk wel iets. Dat zegt dat op het moment dat iemand belt, hij in dat laatste stukje van zijn customer journey is. In het laatste stukje is van zijn funnel. In zijn laatste stukje van de beslissing. Hij heeft nu nog een stukje ontbrekende informatie die hij graag bij jou wil neerleggen. Of dat nou prijs is, beschikbaarheid is, leefbaarheid of wat dan ook. Hij wil informatie hebben. En op dat moment zou je moeten kunnen schakelen. Als je dan dus kijkt naar wat andere statistiek die we hebben verzameld, en dit komt uit Amerika, daar hebben ze 2 miljoen belletjes onderzocht, dan zie je in een gemiddeld dealerbedrijf met zowel gebruikte auto's, nieuwe auto's en after sales, dat 51% van de belletjes in het dealerbedrijf aan zich naar de werkplaats gaat. Daarvan het overgrote deel vraagt of de auto nog of de auto al gereed is in de werkplaats. Nou, dat zou je kunnen automatiseren op het moment dat hij uit de werkplaats dus komt. Gelijk de klant een sms'je en stuur de auto's klaar. Dat geeft ontzettend veel minder druk op de werkplaats, op de telefoon, op de balie, dan dat je mensen laat bellen. Maar 22% belt voor nieuw en 18% belt voor gebruikt. Maar waar bellen ze dan op het moment dat ze sales bellen? Nou, als ze sales bellen, dan bellen ze voornamelijk voor de beschikbaarheid. 73% belt voor de beschikbaarheid. 22% belt voor de prijs. En maar 6% algemeen. Dat betekent 73% van de mensen die belt voor de beschikbaarheid is in de markt. Period. Want iemand die voor de beschikbaarheid belt is in de markt. Daarbij, en dit is eigenlijk het meest funeste, als je kijkt naar deze data, ruim 60% of ruim 60.000 afspraken worden niet gemaakt omdat de verkoper niet en geen informatie vraagt voor de klant. Weet niet wie de belt, wat voor telefoonnummer, hoe die heet, waarvoor die belt, maar is alleen in functie als een antwoordapparaat in plaats van een verkoopapparaat. En dat is de meest gemaakte fout van allemaal. Oftewel, wij zijn een verkoper. Wij zijn verkopers van origine. We zijn verkopers als vak. Dat is ons vak. Ons vak is om de informatie te geven aan onze klanten, zodat ze een weloverwegen aankoopbeslissing kunnen maken. Maar dat betekent niet dat we alleen maar informatie willen geven zonder informatie terug te ontvangen. Een voorbeeld. Iemand belt en die zegt van, joh Paul, wat is je beste prijs zonder inruil op die mooie Opel Mokka? En op het moment dat je dan gaat vechten, of op het moment dat iemand belt, is deze Opel Mokka nog beschikbaar? En jij gaat zeggen, ja, deze is nog beschikbaar en daarmee is de conversatie op. Dan heb je het zelf zo slecht gedaan. Wat je zou kunnen doen, wat je zou moeten doen, is op dat moment, joh, hartstikke fijn dat u belt voor die Opel Mokka. Ik ga graag kijken of deze auto nog beschikbaar is, want wellicht is een van mijn collega's daar ook nog mee bezig. Is het goed dat ik u even terugbel? En op wat voor telefoonnummer kan ik dat het best bereiken? 06. Is dat uw mobiele nummer? Ja. Heeft u ook een vast nummer op het moment dat ik u niet op het mobiel nummer kan bereiken? Ja. En uw naam is dat. En uw naam is zus. En dan krijg je een NAW. En dan maak je een vervolgafspraak. Ik ga het voor je uitzoeken. En ik bel je over 5 minuten of over een kwartiertje weer. Dat is de manier waarop je anno 2017 gewoon sales calls doet.
inkomende sales calls. 70% converteert binnen 2 weken en ik moet zorgen dat ze bij mij converteren. Ik ben een verkoper en ik ben geen antwoordapparaat. Want uiteindelijk wil ik weten wat mijn potentieel is. Online leads weet je. Je weet dat je 13% conversie moet draaien op de gemiddelde online leads die je krijgt. Gemiddeld 13%. Je weet van een fysieke lead dat die conversie hoger is, maar dat ze er bijna niet meer zijn die zomaar binnenkomen. Aan de andere kant, de call lead, moet je weten hoeveel je er binnenkrijgt per dag. En daarom moet je weten wat je conversie zou moeten zijn. En je conversie zou moeten zijn 22%. Namelijk, hij gaat eigenlijk zoals de 60% regel ook is. Je krijgt 100 calls, 100 leads. En op dat moment neem je ze op. Ik ga er volledig vanuit dat je geen enkele mist. Je spreekt met 100 mensen, 100 telefoontjes, 100 mensen. Die spreek je. Daarvan word je geacht om 60 afspraken te kunnen maken. Daarna komen er uiteindelijk 60% van die mensen opdagen. 36. En als je 36 mensen in de showroom hebt die eerst van tevoren hebben gebeld, verkoop je 22 auto's. Dus 22% van de call leads dient te converteren in een sale. Niet meer, niet minder, maar 22% is absoluut de basis, het minimum wat je zou moeten halen. Op het moment dat je het niet haalt, moet je kijken waar ga ik in het proces mis. Krijg ik te veel telefoontjes op basis van aflevering dit, dat, zo, die moet je eruit halen. Het gaat specifiek om de echte call lead. De echte mensen die daadwerkelijk vragen voor informatie. Want namelijk, we weten allemaal dat op het moment dat we mensen in gesprek hebben, moeten we de dialoog verkopen. Dus we moeten vragen gaan stellen, zodat we de dialoog op gang houden. We moeten het snel maken en simpel maken. Simpele vragen, snelle antwoorden, zodat de klant makkelijk door het proces heen komt. Daarna de afspraak verkopen. Oftewel, wat is de reden, wat is het voordeel voor de klant om een afspraak te maken met jou? En pas bij die afspraak verkoop je de auto. En de meest gemaakte fout op het moment dat de dialoog plaatsvindt, is dat verkopers proberen de auto te verkopen in het telefoongesprek zelf. Niet goed. Altijd fout, want je gaat altijd in de prijsdiscussie zonder dat je waarde hebt kunnen toevoegen. Verkoop de auto bij de afspraak, maar verkoop in het telefoongesprek alleen en alleen de afspraak en verkoop jezelf in je bedrijf. En het voordeel voor de klant om bij jou in business te gaan en voor jou een afspraak te maken. Want bij de online rules weten we één ding zeker, eerst bellen dan mailen en daar hebben we iets op gemaakt. We hebben namelijk een aantal punten gemaakt waarvan je zeker weet van joh, als je belt, denk dan na over dit. Hoe begin je het gesprek? Wat is je begin? Je beginzin. De reden dat ik u bel of naar aanleiding van. De reden dat ik u bel is vele malen krachtiger. Hoe ben ik van toegevoegde waarde? Wat is mijn toegevoegde waarde als verkoper? Hoe overtuig ik de klant om een afspraak te maken? Wat is het voordeel dus voor de klant? Hoe verkoop ik dus de afspraak en niet de auto? En krijgt de klant de informatie die hij vraagt? Want ik vind wel dat je geen antwoordapparaat mag zijn, maar je moet wel antwoord geven op de vragen die hij stelt. Maar je moet er zeker ook wat terug voor vragen. En krijg je altijd dezelfde tegenargumenten, dan moet je ervan uit kunnen gaan dat je die kan handelen. Op het moment dat iedereen zegt dat je te ver weg woont, dan moet je kunnen zeggen, joh, dat is exact de reden waarom ik graag met u een afspraak wil maken. Want iedereen die ik een auto heb verkocht, die hetzelfde zei als u dat het te ver rijden is, is ontzettend tevreden nadat ze hier de service en dienstverlening hebben ervaren. En daarom nodig ik u graag uit hier bij ons in de showroom. Kan die nee zeggen? Uiteraard kan die nee zeggen. Maar je moet erop voorbereid zijn. Nou, wat is dan het stappenplan om meer inzicht te krijgen in dit verhaal? In de call tracking, in de call leads als zodanig. Je hebt een eerste call tracking nodig. Oftewel, je hebt op je belangrijkste marketingkanalen een ander telefoonnummer nodig dan je huidige. Want je moet willen meten hoeveel telefonische leads je daadwerkelijk krijgt. Wat bedoel ik ermee te zeggen? Je verstuurt een DM. En een DM met je eigen telefoonnummer zegt je helemaal niks. Op het moment dat je een DM verstuurt met 3000 en je zet er een ander telefoonnummer neer, die ze kunnen bellen voor meer informatie, dan kun je daadwerkelijk zien hoeveel mensen daadwerkelijk vanuit die DM bellen en kun je je verkopers ook verantwoordelijk houden. Dan pas kun je per week zien welke marketingbronnen de telefonische leads hebben gedaan. En dan kun je heel makkelijk uitfilteren, want dat zijn namelijk de telefoontjes die
de verkopers krijgen die niet over de aflevering gaan. Die niet over de service gaat, of garantie, of een ditje of een datje. Dat zijn daadwerkelijke sales opportunities. Dan kun je zien welke telefoonnummers hebben gebeld. Daar heb je een overzicht van. Dus je weet exact welke telefoonnummers jou gebeld hebben. En die kun je in het CRM en checken, staan ze in het CRM. Is er een afspraak gemaakt? Is er een offerte voor gemaakt? Hebben we wat verkocht? Daarna controleer en luister een aantal gesprekken na. Bij de cold tracking kun je namelijk één ding doen. Je kunt de gesprekken naluisteren. En op het moment dat je verkoopleider bent en je luistert de gesprekken niet na, mis je zoveel opportunities. We doen dit bij een aantal bedrijven nu, bij de DCDW in ons Business Development Center. En het loopt je dun door de broek heen. Hoe slecht sommige gesprekken ook zijn en hoeveel kansen daarop worden verloren. Moet je absoluut doen. En bereken dan je potentieel ten opzichte van die 22%. Zit ik eronder, zit ik erboven, wat kan ik doen om dat beter te maken? Dus, wat voor aanbod hebben we dan dus zelf? We hebben een aanbod over cold tracking. Wordt het nummer gebeld, dan wordt het gesprek doorgeschakeld naar je eigen nummer. Zonder dat iemand er ook maar van merkt. Betekent, u hoeft geen aanpassingen te doen in uw callcentrale, in uw telefooncentrale of wat dan ook. Gaat volledig automatisch. De verkoper krijgt een melding dat het een lead is van AdWords, van Trek, van Marktplaats enzovoort. En krijgt daarna een beoordeling, is dit een lead geweest, is dit een sale geweest, een afspraak geweest, zodat je gelijk daar een stukje data op hebt. Pakket inrichting voor 5 marketingkanalen, dus Marktplaats, Autoscout en dergelijke. De gesprekken worden opgenomen, je hebt een real-time dashboard, zodat je marketing kan zien. Hoeveel telefoontjes er zijn gedaan. Je krijgt een Google Analytics koppeling, waardoor er een conversie plaatsvindt in je Google Analytics, waardoor je zowel de online leads meekrijgt als je telefonische leads, de keyword tracking, uiteraard persoonlijke support en de oproepen kunnen beoordeeld worden. Nou, gemiste telefoonleads. Onderzoek van Marktplaats, dat hebben we al gehad. 13% van de telefoonleads wordt gemist. Die zou je ook kunnen doorsturen naar ons. Dus de telefooncentrale registreert. Hey, je hebt er één gemist. Kan ons bieden, zie je, wij bellen namens u op. En zorgen dat we de telefonische lead alsnog behouden. Erg interessant voor degenen die wat groter zijn. Het rare is namelijk, voornamelijk voor de kleine dealers, die missen eigenlijk helemaal geen telefoontjes. Maar de beoordeling van de telefoongesprekken, dat willen wij graag namelijk ook doen. Op het moment dat u cold tracking bij ons afneemt, nou dat kost misschien €150 in de maand en dan bent u helemaal klaar voor 1 vestiging. Maar voor slechts €250 extra beoordelen wij 20 telefoongesprekken per maand van uw verkopers met een volledige rapportage erbij, zodat u exact weet of de kansen worden gemist, of het potentieel weglekt en op wat voor manier uw verkoopleiders kan instrueren hoe ze met uw verkopers om moeten gaan en kunnen gaan. En dat is mijn verhaal. Cold tracking, cold track manager, de call lead, het is zo van belang. Het is zo onwijs van belang. Je kunt er zoveel uithalen, maar nu ik een aantal gesprekken, ik denk 150 gesprekken nu heb teruggeluisterd van dealerbedrijven met autoverkopers, van mensen die de doodnormale vragen stellen. Dus niet een mystery shop onderzoek, maar gewoon normale vragen. Is deze auto nog beschikbaar? Ik had een vraag over dit. Hoe ze in de telefooncentrale verdwaald zijn. Hoe ze worden beantwoord door de receptionist. Door een verkoper die op dat moment met een aflevering bezig is. Die daarna nooit meer terugbelt omdat hij het vergeet. Zo ontzettend veel kansen missen met z'n allen. Laten we daar nou mee ophouden. Want marketing kost al genoeg geld. Laten we ervoor zorgen dat we met de juiste informatie, met de juiste drive en met de juiste energie, de telefonische lead waarvan we weten 70% koopt binnen 2 weken. Je zag bij de statistiek van nieuwe uitkopen van de afgelopen 2 jaar dat die het beste converteert. En we weten allemaal in 2017 heeft iedereen een smartphone in de hand. Ze kijken allemaal online, ook naar auto's. Op Marktplaats worden de meeste auto's bezocht via de smartphone, via de app. En je bent maar 1 klik verwijderd van een telefonisch lead. Oftewel, de klant hoeft alleen maar te klikken en belt. En degene die belt anno 2017 met een verkoper voor informatie, is degene die in de markt is.
Dus willen we veranderen en willen we zorgen dat we niet romantisch omkijken naar gisteren, maar kijken, joh, wat kunnen we morgen beter doen, anders doen, om succesvoller te zijn in die online automotive, moeten we zorgen dat we onze gebruiken veranderen. En dan gaan we ook andere resultaten boeken. Dank jullie wel. Ik hoop dat er vragen zijn. Voor zover zie ik het nog niet. We hadden 43 deelnemers in het webinar. Ontzettend fijn daarvoor. Ontzettend trots daarop dat jullie op zo'n korte termijn ook aanwezig kunnen zijn op de woensdagavond. Vlak voor een voetbalwedstrijd, geloof ik, hebben we zometeen. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En ik hoop jullie volgende week weer graag te zien voor een nieuw webinar over een ander topic. Hebben jullie een topic die we zouden moeten behandelen? Laat het mij weten. Ik doe het graag. Dank jullie wel.